Dagelijks krijgen we aanzoeken van mensen van, ach, mag ik alsjeblieft met jou op de foto? Of, ik wil je zo graag ontmoeten, er zal een droom uitkomen. Ik hoop geen natte droom, maar er zal een droom uitkomen. Ja, er is dus behoefte aan een meeting. Ook als we ergens zijn, op een kermis of zo, zijn er altijd wel mensen die ons aanspreken, die een handje willen geven, op de foto willen, handtekening zelfs willen hebben. Nou ja, goed. Toen dacht ik van, ja, dan moeten we toch eens een keer wat mee doen. Nou gaan we naar Leiden. 3 oktober. Dat is op de maandag, dus Leiden is ontzet. Maar je hebt een heel groot feest in Leiden met een grote kermis. De ene grootste kermis van Nederland op Tilburg na. En ja, daar gaan we elk jaar in. Hè. Als Leidenaar ken je dat, dat is het feest van Leiden. Zoals wij in Limburg het gevoel van de carnaval hebben. Zo kan je het een beetje begrijpen. Ja, het is ongeveer vergelijkbaar. Je hebt hier ook in het zuiden heb je optochten met de carnaval. De kroegen zijn open. In het verleden hadden ze hier nog als kermis. Maar sommige steden hebben nog kermis. Roermond bijvoorbeeld heeft kermis met de carnaval. Niet zo groot als in Leiden, maar het is inderdaad een beetje vergelijkbaar. Een beetje ook vergelijkbaar met de Duitse volksfeesten. Anyways, op zondag wordt er dus geen feest gevierd vanwege de christelijke achtergrond, zondag, rustdag, etc. Dus de 2 oktoberfeesten worden dus nu gevierd op 1 oktober. En de 3 oktoberfeesten gewoon op 3 oktober. Dus die 2 oktober is een loze dag. Kermis is nog wel open tot een uurtje of 11, maar er worden verder geen tap toegelopen, geen optocht gedaan, niet polstok springen en weet je wat allemaal wat je met 3 oktober hebt. Dacht ik, nou dat is misschien wel leuk, want er is toch kermis in de stad. En als mensen dan toch met ons op de foto willen, handje willen geven of handtekening willen hebben, is het misschien wel leuk om met z'n allen een rondje te gaan lopen over de kermis. Nu moet ik wel zeggen dat ik niet verwacht, zoals Enzo Knol dat toen deed, dat het hele plein vol staat met allemaal fans die met ons een rondje willen lopen of een foto willen maken. Misschien dat het wel is, dan... Afwachten, hè? Ja, dan valt het een beetje tegen. Want dan moeten we gaan vluchten. Ik hou daar niet echt heel erg veel rekening op het ene punt dat ik dus voor het station wil afspreken. Dat is een... voor het station van Leiden, het centraal station. Dat is een vrij grote ruimte, dus er kunnen best een aardig wat mensen staan. Als het zeg maar te druk wordt, kunnen wij via het station of via de andere kant toch weglopen. Stel dat het net zoals meneer Knol toen de tijd helemaal uit de hand dreigt te lopen, dan kun je nog eventueel weglopen. We kunnen ook afspreken op de kermistrein voor de molen, maar dan zit je een beetje vast. Dus vandaar bij station, en het station is ook makkelijk te vinden voor iedereen. Maar nogmaals, ik verwacht niet dat het zo druk wordt. Ik denk dat ze 10 man bij elkaar hebben, 15 man, dat het veel is. Dat het een leuke mini-meeting is. En dat we dan gewoon even grappig een rondje over de kermis kunnen lopen. En niet iedereen wil een heel rondje met ons lopen. Sommigen willen ook gewoon op de foto en die gaan hun eigen weg. Die hebben er ook nog eens tussen zitten. Dus ja, dat was dus het idee. Het is dus als Cook Life, als Extreme Rides, kun je dan ons meeten. Ik kan natuurlijk wel een beetje een inschatting maken in de reacties op de video's. Hoe druk het gaat worden. Als het dan al te druk wordt, dan moeten we misschien nog eens gaan kijken met beveiliging en alles. Maar vooralsnog, nogmaals, ik denk niet dat het zo druk wordt. Wij kunnen gelukkig nog vrij normaal over straat. En ik ben ook heel erg blij, dames en heren, dat het nog gaat. Want je zou er toch niet aan moeten denken dat je Enzo Knol heet en je gaat naar Center Parks en je hebt een hele meuk met kinderen de hele dag achter je aan. De beste jongen kan in Nederland gewoon helemaal niks doen. En af en toe heb ik in een attractiepark ook wel dat het iets drukker is. Maar dan kan ik de verhalen goed afnokken. En ik moet zeggen, gelukkig zijn mijn fans, jullie dus, dank jullie wel. En Cook Life fans zijn vrij gehoorzaam. Wou ik het niet noemen, maar ja, heel netjes. En het is niet zoals Armo's Ride en zo. Die trekt een beetje fout publiek aan. Laten we het daar even een beetje bouwen. Jullie snappen denk ik wel wat ik bedoel. Dus het idee is dus als volgt. 2 oktober om 2 uur voor het station. Makkelijk ezelbruggetje. Van Leiden. Daar gaan we elkaar meeten. Dan zijn wij daar met de kinderen. En jullie met vrienden, ouders of weet ik van wie. Doen we even elkaar even allemaal hallo zeggen. Even een keertje op de foto. Als we vast mensen op de foto willen. Een handtekeningetje uitdelen en zo. Ik zal nog wat shirtjes misschien even meenemen. Nog wat meuk allemaal. Voor de pretparkers heb ik ook nog wat spulletjes leggen. Dat ik denk van ja, dat ligt hier toch maar. He, ik heb hier bijvoorbeeld nog een persmap van Slagharen. Wie interesse heeft, laat het even weten. Kun je dan 2 oktober afhalen. Dat soort dingetjes. Ik heb een hele bak voor liggen dat ik denk van ja, weet je. En sommigen vinden het heel leuk om te hebben. Nou ja, dat soort dingen dan. En dan gaan we gewoon een rondje over de kermis heen lopen. Met ons in attracties kun je natuurlijk. En met de kinderen attracties. Maar dan moet ik wel een beetje even opletten. Je moet wel begrijpen, we zijn in principe maar met z'n tweeën.
En misschien dat ik mijn zus nog meeneem als beveiliging of wat dan ook, of andere. Maar ik moet natuurlijk wel de kinderen als eerste in de oog houden. En ja, goed. Dat... Eerst zijn de kinderen en daarna kijken we verder wat allemaal kan. Is het hartstikke druk? Ja, dan spijt het ons. Dan kunnen ze nergens met jullie in. Is het wat minder druk? Hebben jullie misschien niet geluk. Maar ja. Nogmaals, het is gewoon even bekijken op het tijdstip daar. Ja, het is allemaal vrijblijvend. Dat willen we even heel duidelijk stellen. Als wij denken op een gegeven moment van jongens, dit wordt niks. Maar ik denk dat iedereen dat wel begrijpt. Van joh, dit wordt te druk. Of het is zo druk dat wij de kinderen niet meer in de gaten kunnen houden. Dan, ja, dan moeten we het helaas afnokken. Maar ik neem aan dat jullie dat allemaal wel begrijpen. Dus ik zou bijvoorbeeld uit Groningen ook niet helemaal naar Leiden toe komen om ons te meeten. Een beetje meer uit de buurt. Het is voor ons ook een beetje aftasten. En ja, goed, we kunnen het ook nog eens een keer in Groningen doen bijvoorbeeld. Dat is het leuk, inderdaad. Dan kunnen we meerdere plaatsen doen. Ja, precies. Ja. We doen meerdere kermissen. Met name kermis is daar wel heel goed voor om te doen. En je bent ook niet zeg maar alleen voor ons daar. Dat is misschien ook wel, tenminste, ja, ik kan me dat heel moeilijk voorstellen. Ik heb vroeger ook nooit een poster van iemand boven het bed gehad. Er waren serieus mensen die posters van mij boven het bed willen hebben. Shell Martijn, die wilde nog eentje gaan brengen. Martijn, moeten we alleen nog even laten maken. Maar ja, ik kan me daar niks bij voorstellen. Dus ik kan me ook niet voorstellen dat iemand helemaal uit Groningen naar Leiden zou willen gaan om ons te meeten of zelfs vanuit Leiden. Nou ja, dat kan je vergissen. Want ik als meisje zijnde was gek van de Backstreet Boys en ik ging alle concerten af. Dus ja. Qua meisje zijnde heb je dat natuurlijk meer als een jongen. Jongenstoer, hè? Weet je van, zwa. Maar een meisje daartegen... Nou, niet allemaal lachen. Ik ben echt niet lachen hoor. Ik ben fan van de Heideroosjes jarenlang al geweest. Ja, ze zijn ook een aantal keren hier geweest. Daar ben ik een aantal keren naartoe geweest. Maar die zijn ook bijvoorbeeld afscheid genomen in Brussel. Ben ik ook niet naartoe geweest. Nee, maar je bent ook wel een stuk ouder. Ja, ik weet niet. Ik heb dat gewoon niet. Maar goed. Ja, in elk geval. Die meeting komt daar. Ik denk dus wat ik al zei. De meeste mensen gewoon uit Leiden en zo. Die komen een beetje die vlogs van ons bekijken. Of die video's die uit Leiden komen. Die zullen allemaal een beetje komen. Hè? Die zijn toch wel in de stad. Dus daar verwacht ik inderdaad een beetje wat mensen van. Wat ik zeg, 10, 20 mensen. En dan heb je het wel gehad. Ik heb over 5 meer dan net gezegd. En als het er wel 100 zijn. Ja, dan merken we het wel, weet je. Ik zou zeggen, deel vooral deze video door. En ja... Dus ja, niet we het gaan afwachten. Nee, niet dat is spannend. Nee, dan staan er dadelijk wel 100 mensen. Moeten het afnokken. En, ja, goed. Dan moeten we dat allemaal even bekijken. Vinden jullie niet? Maar goed, als mensen nog ideeën hebben van... Je zegt, joh, stel dat het zo druk wordt en je hebt beveiliging nodig. Wat dan ook, laat het even weten. Want misschien dat we van tevoren met mensen kennis kunnen maken... die wat groter en breder zijn. Net als ik. Die ons kunnen beschermen. Maar het is niet zozeer daarom. Want daar ben ik helemaal niet bang voor. Het is meer dat het feit dat je dan met die kinderen loopt... door een drukke plaats heen. Dat je met verschillende mensen aan het praten bent. Waardoor je de aandacht verliest van een kind. En die eventueel zou kunnen ontglippen. Die verlies ik niet, schat. Nee, jij niet. Maar ja, je kunt niet en de kinderen in de gaten houden. En dan zeg maar een leuke fotoshoot doen met iemand. Dat is een beetje... Daarom zitten de kinderen ook voornamelijk in de vierlingwagen. En daar gaan ze ook bijna niet uit. En dat is eigenlijk sowieso een veilig punt. Waar wij kunnen zeggen van... Dat zijn de kinderen. Willen jullie foto's? Gaan jullie eromheen? Maar zo houden we de controle een beetje beter. Ja, dat is een goed idee. Dan hebben we eigenlijk altijd de kinderwagen ook wel. Dat is soms vaak nog wel eens van, ja, waarom hebben die kinderwagen bij je? Ze zijn al 5. Buiten het feit dat als ze moe worden, we maken natuurlijk lange dagen in een pretpark. Dan zijn ze op een gegeven moment moe. 1 vader kan 1 kind op een nek nemen. En ik heb een ander kind, die is 2, 3 jaar ouder, die loopt zelfstandig. Dat heb ik niet. Ik heb een 3-ling. Dus ik heb 3 kinderen die alle 3 op mijn nek moeten. En dat gaat gewoon niet. Jaden sowieso, die heeft natuurlijk een beperking. Dat is een geval apart. Maar Jason en Julicia, die kennen niet de hele dag door de Efteling heen lopen. En aan het einde van de dag, dan zijn ze kapot. Die kinderen zijn kapot gelopen. Daarom nog altijd die kinderwagen. En die zou ik nog heel lang mee blijven nemen waarschijnlijk ook. Of een andere oplossing vinden. Maar de wagen is inderdaad een veilig centraal punt voor ons. Dus je kijkt altijd over de wagen heen naar de menigte. En ja, dan heb je ze altijd in het zicht. Vandaar de wagen. Ook als wij zeg maar met z'n tweeën naar een kermis gaan. En als we dan naar Bremen gaan, Bonn, dat soort kermissen. Om die grote Düsseldorf, Herne, grote Duitse kermissen. Daar zit ook af en toe koppen lopen. Heel veel mensen. En dat is dus gewoon echt een goed middel om die kinderen bij elkaar te houden. Want als je een kind aan de hand gaat nemen, en je draait je om, kinderen zijn weg. En vindt ze dan nog maar eens in die menigte. Ja. Maar goed, dat is allemaal tezijde. Dus het is niet echt heel professioneel van... ja, we gaan een meeting doen en het wordt zeker een succes. Er zit een klein kansje in dat het niet zo'n groot succes wordt. Of eigenlijk dat het te onder gaat van zijn eigen succes. Dat het hele plein voor het Centraal Station in Leiden vol staat. Maar dat verwacht ik eerlijk gezegd niet nogmaals. Dus ja, heb je behoefte eraan? En denk je van, goh, leuk, ik wil eens een keer met een koetje op de foto. Ik wil een rondje of ik moet een keertje met hem in een attractie. Prima.
Maakt me allemaal niks 2 uit. 2 oktober om 2 uur. Juist. Dan gaan we dat doen. En dan merken we hoe succesvol het wordt. En als ik dan in de comments al merk dat er heel veel reactie komt van... Ja, wij komen. Dan zou ik misschien nog eens een beetje rond gaan kijken inderdaad. Of ik dan wat mensen kan vinden. Maar als je daar behoefte aan hebt om te beveiligen. Dat we die van tevoren een beetje meeten. Even eenzelfde t-shirt aangeven. En dat we dan een beetje meer professionele kunnen gaan opzetten. Maar nu is het eigenlijk nog gewoon meer voor de grap, jongens. We gaan toch naar die kermis. Wil je ons meeten? Wil je op de foto? Kom 2 oktober. Ja, of hetzelfde gaat komen er maar 10. Ja, weet je, hebben we nooit. Dan ga ik eerlijk gezegd vanuit. Ik ga er niet vanuit dat er 100 komt. Dan als ik het al voor de derde keer zeg. Maar je weet het niet. Maar dan merk je snel genoeg. In de comments. En dan hebben we 10 minuten geluld over alleen maar een aankondiging. Dat doen wij goed, schat. Ik zou zeggen, dames en heren. Tot 2 oktober. Anders tot de volgende video. En we spreken elkaar. Ciao. Dan weer.